Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht en juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten, waarin ik offertes maak en verstuur en die digitaal laat ondertekenen, waarin ik facturen verstuur, waarin ik lijstjes bijhoud, waarin ik projecten kan managen, waarin ik standaard e-mails kan programmeren. Kortom, ik gebruik Teamleader om alle werkprocessen van mijn bedrijf te stroomlijnen. En zeker ook als je met een team werkt, is het heel fijn om over dezelfde informatie te beschikken. Nou, als je ook benieuwd bent of er mogelijkheden zijn om jouw bedrijf meer te stroomlijnen, of je nu alleen werkt of met een team, ga even naar teamleader.nl slash groeivoer. En je kunt dan vandaag nog een trial starten voor twee weken lang, gratis. En je kunt Teamleader volledig uitproberen. En na de proefperiode krijg je ook nog zo'n leuke korting als luisteraar van Groeivoer. Ga naar teamleader.nl slash groeivoer. Gooi voor. Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht: inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi, Gooi voor. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de Groeivoer podcast. Ik ben Gerard de Velde en samen met mijn team bij Groeivoer help ik ondernemers bij groeivraagstukken. In deze aflevering van de podcast ga ik in gesprek met Floris Hulsman. En hij heeft een bedrijf dat heet Nama Rama. En Floris is gespecialiseerd in de naamgeving van bedrijven. Dus dat is gewoon een heel concreet onderwerp waar we het over hebben. Ik um, ja, heb echt met heel veel plezier met Floris gesproken. Floris... Um, we uh, weten uh, alles over bedrijfsnamen. Hij heeft een boek geschreven, Maak je naam onvergetelijk. Ja, we hebben het over de werking van het brein. We hebben het over marketing, we hebben het over branding. En uh, ja, waarom je eigenlijk voor de naamgeving van je bedrijf naar een specialist moet gaan. Deze aflevering is deel 1 van de podcast. En deel 2 ga ik ook nog delen. En daarin gaat uh, Floris mij interviewen. Dus als je dit een leuk gesprek vond, check ook zeker even de andere aflevering. Dan kun je nog verder luisteren naar het gesprek tussen Floris en mij. Ik hou u niet langer op en wens je heel veel luisterplezier. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast die zijn verhaal met jou wil delen. Je naar... Welkom bij de Groeivoer Podcast. In deze nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast, bevind ik mij in het prachtige Deventer. En ik zit hier met uh, Floris Hulsman. Hi. Zeker het goed? Jazeker. Mooi. En je bedrijf heet Nama Rama. En jij bent uh, naamexpert. Je hebt ook een boek erover geschreven, Maak je naam onvergetelijk. Klopt. Dat is een hele mooie oproep, denk ik, aan uh, ondernemend Nederland om... Werk te maken van een naam die werkt. Daar gaan we het nu uh, vooral uh, veel over hebben. Leuk. Ja, voor we het onderwerp induiken, zou je eens uh, ja, gewoon wat meer over jezelf willen vertellen? Zeker. Um, ja, Floris Hulsman. Ik ben uh, 49 inmiddels. Ik uh, woon en werk in Deventer, hm? zoals je al zei. Uh, ja. Ik zit hier net in een gloednieuw kantoor. Galmt een beetje. Maar uh, het is lekker groot. Ik had een kleiner kantoor. En uh, mijn creativiteit uh, had meer ruimte nodig, merkte ik. Uh -huh. Dus uh, ik voelde van: ik, heb, ik zoek naar meer space. En, waar waar uh, merkte je dat dan? Het was een heel klein en zakelijk uh, gebeuren. Het was wel een, mooi, zeg maar, een kantoor met een hele mooie opgang, mooie receptie. Uh, maar het kantoortje zelf was aan de kleine kant. En. Uh, ja, daar dus zat ik dan elke dag en ik voelde me een beetje opgesloten. En ik dacht, mm -hmm. uh, ja, zeker als ik met, met creatieve processen bezig ben, dan, dan is daar ruimte voor nodig. En ik vond iets wat, wat uh, nou, genees, uh, wat uh, zelfs minder, <laughs> minder hoge prijs was en uh, nog veel groter. Dus uh, twee vliegen in één klap. Super. Maar uh, ik ben uh, drie jaar geleden begonnen met, met uh, me te specialiseren in het uh, maken van namen. En ik heb al twintig jaar gewerkt als copywriter bij allemaal grote reclamebureaus. Voornamelijk in Amsterdam waar ik uh, woonde. En uh, af en toe kwam die opdracht voorbij om een naam te bedenken. Uh, maar daarnaast deed ik natuurlijk ook uh, ja, teksten bedenken, uh, hele reclamecampagnes bedenken. Uh, en dat voor, uh, voor diverse bekende merken. Uh, veel voor Heineken gewerkt. Internationale campagnes voor Samsung en Sony gemaakt. En, uh, maar, maar een naam bedenken, dat was elke keer wel, dat vond ik de kers op de taart. Om iets, zeg maar, een reclamecampagne die, die komt en die gaat, maar een naam die blijft. Hè, ook soms een tagline, hè, of een, een payoff, zoals dat wel genoemd wordt. Heb ik voor Zilver Kruis bijvoorbeeld bedacht, raad en daad. Nou, die gebruiken ze nog steeds. En dat is natuurlijk ook wel tof om iets. Creatief te bedenken en dat dat nog een, een langer meegaat, duurzamer is dan een kortlopende marketingcampagne. Ik, ik verdiepte mezelf in, in ondernemen en ik dacht van ja, ik wil, ik wil toch echt iets voor mezelf een keer beginnen. En toen kwam ik de les tegen van ga doen wat je leuk vindt of waar je goed in bent. En ga niet je, je aanbieden als een soort alleskunner. En eigenlijk is dat wat ik als copywriter natuurlijk ook mijn klanten aanraden. Van ga nou niet de hele, hele winkel in één keer proberen te verkopen... maar, maar laat zien waar je sterk in bent. He, de USP. En uh, nou voor mij was dat dan namen. En vanaf de dag dat ik ermee begon... Had, had, zat ik zelf nog een beetje in, in de gedachte van... nou, dus ik ga het erbij doen. Ik ga gewoon, natuurlijk, ik ben een copywriter... maar dit, dit wordt het leuke werk. En vanaf dag één stroomden de opdrachten binnen... En had ik het gevoel van, wauw, ik heb hier, een, ik heb hier iets geraakt. Ja, er hier iets. Ja. Ja. En uh, ja, sindsdien uh, is het mijn uh, dagelijks werk uh, geworden. Merkte je dat uh, je ja, een van de weinigen was die iets met namen had? Nee, dat het gekke is, iedereen... is dat iedereen er wat mee heeft. Als je met mensen begint te praten over bedrijfsnamen, dan, dan gaat... Heeft iedereen daar wel een mening over? En uh, bepaalde gevoelens bij bepaalde namen. En mm -hmm. hè, sommige namen roepen zelfs hele sterke reacties op. Uh, zeker bij naamswijzigingen. Kijk nu uh, naar uh, Access for All, wat uh, dreigt te verdwijnen als naam. Ja, mensen staan, uh, staan uh, te protesteren echt, omdat ze die, die, dat bedrijf willen behouden, die naam willen behouden. Het is aan de ene kant iets heel triviaals. Hè? Het, is, het zijn maar een paar letters. En, uh, ja. Maar we hebben als mens hebben we voor alles een naam nodig. En, en alles wat we hier voor ons zien staan, van de microfoon tot de tafel, tot de kamer, tot het raam. We hebben. Woorden, hè, zo werkt ons brein. We moeten overal iets opplakken om het ja. te kunnen begrijpen. Ja. Dus als jij een bedrijf gaat starten, een nieuw idee of een, een brand of een webshop of een product de wereld in wil slingeren, dan heeft dat een naam nodig. Zo simpel is het. Ja. En uh, dan, is, dan gaat bij heel veel mensen, ja, dan wordt het soms heel moeilijk of uh, doen, maken ze verkeerde keuzes. Maar dan uh, merk je dus hoe, 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 ja, aan de ene kant is het dus triviaal aan de andere kant je hebt het keihard nodig. Ja. Kan je het ook te serieus nemen, de naam business of? Ja, ik heb ik heb toen ik toen ik zelf begon uh, me wel eerst verdiept in van wat wat is er nou eigenlijk überhaupt voorhanden uh, als je een naam op zoek gaat naar een naam. Ik mm. ben zelf natuurlijk ook bezig geweest met mijn eigen bedrijfsnaam en dat is dan. Dubbel oplastig, een naam voor een namenbureau. Mm, Dat ja. was wel de, de uitdaging. Je wil, ja, je wil niet de bedrijfsnamenfabriek, volgens mij. Dat een was boek. een van de eerste die ik zelf had bedacht, was maar, de namenfabriek. Ja, je, ja. Hebt, je hebt inderdaad, een, de, de bedrijfsnamenfabriek is een boek inderdaad. Ja. Er zijn maar is weinig boeken trouwens over naamgeving mm -hmm. verschenen. Daar kwam ik ook achter van, hè? Van iedereen heeft het nodig. Er worden elke dag uh, 900 namen geregistreerd 900? bij de okay. Kamer van Koophandel. Mm. En toch... Uh, vind je er op... Nou, als je op internet gaat zoeken... een soort van vijf tips voor, drie tips... weet je wel, dat soort dingen. Een uh, paar boekjes. Uh, in Nederlands niks. Uh, dus dat was... Uh, ik dacht van, uh, nou, daar zit in ieder geval ruimte voor een boek. Maar dat, dat, daar kwam ik later op. Maar um, ik... Uh, ja, waar was ik eigenlijk gebleven? Dan kan je, je het te, te, te serieus nemen? nemen? Uh, tuurlijk. Maar dat is... Dat, het, 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 je moet op een gegeven moment... De keuze maken en je moet snappen waarom je die keuze maakt. En het, het serieus nemen is in die zin goed. dat om tot die keuze van een naam te komen. moet je allemaal stappen maken met te bedenken. wie ben ik nou eigenlijk? Wat verkoop ik nou eigenlijk? Mm. Wie zijn mijn klanten nou eigenlijk? En als je dat goed en helder in beeld hebt. heb je al eigenlijk de helft van al het werk gedaan. Mm. En als je dan ook nog een naam erbij hebt die die, die lading dekt. Mm -hmm voor jou of nog beter voor je klanten, dan heb je de, de, ja, het, het gouden snijpunt bereikt... waarop je gewoon iets in handen hebt en waar je zelf de hele tijd naar terug kan grijpen. Voor mij, mijn eigen naam bijvoorbeeld, Nama Rama, komt voort uit het idee van... ik was begonnen met die naam, de naamfabriek. En toen dacht ik, ja, ik ben toch geen fabriek? Ik ben toch geen soort, soort van, van grijs, grijs industrieel gebouw waar uit de lopende band allemaal namen uit kan rollen? Maar ik vond het wel een goede naam, omdat er iets van naam in zat. En ik heb concurrenten, er zijn, er zijn andere bureaus die dit ook doen, maar die hebben wat vanuit mijn optiek niet zulke goede namen, omdat dat naam er helemaal niet in voorkomt. Hmm. En toen dacht ik van ja, ik zit hier op een spoor, maar het moet niet zo saai zijn als naam. Fabriek. En toen hmm. kwam ik vanuit het idee van hé, hey, er moet een beetje lol in zitten. En het is ook creativiteit. Kijk, ik, een, ik vind een goede naam is gewoon een. zit op het snijvlak van marketing en creativiteit. He, van, van, aan de ene kant is het iets rationeels, maar aan de andere kant moet er ook iets van. van een sprankeling en iets. Ja, de, mensen moeten een beetje wakker geschud worden door die naam. Je wil ja. niet dat mensen jouw naam zien en meteen in slaap ja. vallen. Ja. Je wil dat ze wakker worden en zich aangetrokken te, to, tot je voelen, of herkenning hebben, of connectie met je willen. En dus vanuit Fun kwam ik op, ja, op een Frans camping. Ik was al maanden bezig ermee van Fun, Fun Boy 3. Die speelde samen met Bananarama Rama. En toen had ik van, hé, hey, Nama Rama. <laughs> dat is het, dat is het. En ja. dan ja, echt zo'n aha moment. Maar dat hele proces om tot zo'n naam te komen en al die stappen, uh, en dat gebruik ik nog steeds in mijn werk. Van, hè, als ik mijn werk ook. als ik te, te, het gevoel heb dat het allemaal te serieus wordt of uh, hè, het, het, het lijkt op een uh, administratiekantoor, dan merk ik: hé, hey, hier is iets mis. Ja. En dan moet ik weer even terug naar mijn eigen waarden. En één daarvan is: lol. Ja. ja, ik heb iets met bedrijfsnamen. Dus dat uh, was ook de reden dat ik je graag wilde uh, gaan spreken. En ik ben van alles tegengekomen, ook in mijn reis uh, op weg naar nieuwe bedrijfsnamen. Daar komen we waarschijnlijk ook nog wel over te spreken. Mm -hmm. uh, ik vroeg, uh, um, kun je het ook te serieus nemen? Omdat uh, toen ik zelf naar een nieuwe bedrijfsnamen ging, van mijn student naar Eager People, uh, waren er ook vrienden die zeiden, ja, maar je overdrijft. Want uh, er zijn zoveel bedrijven met een nietszeggende bedrijfsnaam, dus die uit de lucht gegrepen lijkt. En dan komt altijd Apple natuurlijk naar voren, uh, afkortingen, IBM, weet ik veel. De, de, de grote brands worden dan erbij gesleept. Ja. En om dan aan te tonen: van ja, een bedrijfsnaam uh, is niet super belangrijk. Want kijk maar naar al die bedrijven die met een random naam super succesvol zijn geworden. Ja. Hoe zou jij daarop nou reageren? Ja, dat, dat uh, herken ik ook heel erg. Die, die voorbeelden hè, van hele bekende namen van de bedrijven die we allemaal kennen, die zijn, dat zijn bedrijven die uitgevonden zijn in een tijd dat uh, naamgeving nog anders in elkaar stak. Er waren nog geen domeinnamen. Niet mm -hmm. elke... Hè, het, 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 het krijgen van een naam is gedemocratiseerd... want iedereen in Nederland kan een domeinnaam toe-eigenen. Dus dat is al een heel verschil. Dat, dat was vroeger niet. Dan moest je helemaal naar de Kamer van Koophandel. Je moest je inschrijven, je moest een handelsnaam nemen. Ja. En Dus daar, daar begint het al. Daarnaast hebben al die die namen die jij net noemde, en, uh, die bestaan al jaren, die bestaan al heel lang, en die hebben, als je het bij elkaar optelt, waarschijnlijk al miljarden verbrand aan naamsbekendheid creëren. Ja. Hè? Al is het maar dat ze hun logo op een gebouw konden zetten, of dat ze een product verkopen wat mensen dagelijks nodig hebben. Um, dus dan geldt ook weer van, ja, uh, mm. het zijn inderdaad niet de, de beste, misschien niet de beste namen, maar ze hebben gewoon heel veel. Ja, het is een uit een andere tijd en ze hebben heel veel geld. En als je nu gaat starten als ondernemer en je hebt echt heel veel geld, en je weet al van, ik kan morgen elke dag op tv om een naam bekend te maken of waar dan ook, dan zou ik zeggen, take any name. Doe het maar. Dan kan je meer risico aan. Ja, dan kun je een naam gewoon tussen de oren drukken bij iedereen. Ja, ja. Maar als jij klein moet beginnen, je hebt niet heel veel marketinggeld, nou, investeer dan in een naam en investeer dus wel tijd en, en brainpower... om tot een naam te komen waar je... A, je, je klanten... Hè, dat, waar je je klanten mee kan wakker schudden. En B, waar je misschien zelf ook nog heel trots op bent. Want hoe stom is het om, om rond te lopen met een naam... waarvan je zelf ook een beetje het gevoel hebt van... ja, het is maar... we hebben, we hebben deze maar gekozen. Ja, ja. Weet je, dat, dat geeft voor mij al aan... dat je niet serieus aan het ondernemen bent. Dan, dan is het zoiets van... ja, hoe serieus neem jij je hele onderneming nou? Ja. Ja, nee, snap ik. Um, uh, wat me wel te binnen schiet van, wat is je ambitie? Uh, Stephen Covey heeft natuurlijk gezegd... Hè, in, in, uh, eigenschap nummer vijf is geloof ik, uh, start with the end in mind. Dat is ik heel raar dat dat pas de vijfde eigenschap is. Dat zou natuurlijk de eerste moeten zijn, maar dat de dus stel dat je, in, in mijn geval... ik ben laatst met, met een aantal ondernemers aan het brainstormen... over het opzetten van nieuwe bedrijven met groeivoer. Dat is een van, uh, van mijn nieuwe initiatieven. Uh, daarmee uh, wil ik ondernemers helpen bij hun groei. Maar ik wil ook nog steeds zelf dingen blijven opzetten... En uh, we doen dat aan de hand van de Lean Startup Methode. Dat is, uh, komt uit Silicon Valley. Yeah. Uh, het lijkt heel erg op de uh, Business Model Canvas, wat, wat heel veel mensen wel kennen. Yeah. De Lean Canvas is daar een variant op. Ik denk nu van, hé, hey, ik wil eigenlijk als ik een nieuw bedrijf start, wil ik het gaan verkopen. Of in ieder geval kunnen verkopen. Ja. En aan wie zou ik het kunnen verkopen? Nou, dan is het heel fijn als je een Engelse naam hebt... of in ieder geval een naam die in het Engels goed uit te spreken is. Want stel dat uh, er komt een partij uit Amerika... of weet ik veel waar ze vandaan komen. Of het kan ook uit China zijn. Maar die kunnen dan veel gemakkelijker uit de voeten... natuurlijk met een, met een Engelstalige naam. Dus daar begint eigenlijk het proces al van... hé, hey, uh, hoe, hoe ziet dat er over tien jaar uit... Yeah. En wat voor naam heb ik dan nu nodig? Of wat moet ik in ieder geval niet gaan doen? Maar het kan ook zijn dat een ondernemer zegt van... ...hé, hey, maar ja, uh, luister, ik werk gewoon... ...ik volg mijn hart. Ik, uh, uh, ik wil gewoon ondernemen vanuit mijn passie. Ik ben mediator, dus... Um, ...en ik heb ook geen ambitie om personeel aan te nemen. Dus ik doe gewoon uh, mediation praktijk, Jansen, ik noem maar wat. Mm -hmm. wat. Wat zou je dan tegen zo iemand zeggen? Ja, dan als jij echt, echt heilig in gelooft dat je één pitter bent en blijft en dat jij uh, wil dat iedereen jou aankijkt op hè, je, je product of je dienst, dan zeg ik, uh, ja, zet er vooral je eigen naam op en zet er wel, maar doe dan wel wat moeite om daaronder te zetten wat jou uniek maakt, want jou, jouw naam zal nooit... Jansen, zou, dat, dat, dan zou ik zeggen, doe alsjeblieft, ga nog wel wat op zoek. Maar, Draai het om, maar stel, je hebt, ja. een aardige, je hebt een aardige achternaam die hè, redelijk, redelijk uh, min, die niet al te vaak voorkomt. Of hè, waarvan je weet van nou, er zijn geen concurrenten ja. in mijn directe omgeving met dezelfde achternaam. Dan zeg ik: prima, gebruik je achternaam. Zet er wel onder waarom jij de, de, de speciale mediator bent. Voor welk gebied, of wat jou uniek Maar probeer dat daaronder dan nog wel te vangen. Um, maar ik zou, ik, ik zou er, weet je, ik ben gek op hele goede bedrijfsnamen. Maar uh, in zo'n geval zeg ik: ja, go ahead. Maar in negen van de tien gevallen lopen mensen uh, rond met een redelijk generieke achternaam. En dan is het wel als voor jou, zelfs voor je klanten... misschien toch het ene oor in, het andere oor uit. Van, ja. Uh, ja, waar... Het, het grappige is dat hier, hier uh, in dit gebouw zit... een uh, advocaat die heten uh, Schoebroek. Maar je hebt, een straat verder heb je ook nog schoenmakeradvocaten. Dat gaat snel naar en ook. Uh, ja, zelfs ik heb het al verkeerd opgezocht. Dus uh, hoe, hoe is dat uh, bij, uh, bij andere klanten? Dus dat zijn dingen waar je wel rekening mee moet houden... als je je uh, eigen naam gaat gebruiken. Ja. Kan je schetsen wat zijn een beetje je opties als ondernemer? Dus uh, welke categorieën namen zijn er volgens jou? Um, dus nou, je kan gewoon je naam pakken, dat, dat is er al eentje. Maar... Ja, je eigen naam. Je hebt, nou, je hebt, je hebt hele, uh, hele duidende namen: hè? dat je gewoon zegt wat het is, uh, vakanties.nl. Oh, ja. En je hebt hele abstracte namen: hmm. Toei. Ja. En, en dat is tegelijkertijd ook mijn, mijn meetlat van wat is nou een. Een goede naam. Weet uh, dus je Toei een goede naam? Nee. nee. Maar vakanties.nl wel... vind ik ook geen goede naam. En waarom niet? De Omdat het zo generiek is. Omdat het zo, zo doodgewoon is. Kijk, onze, onze hersenen zijn uh, erop ingesteld om zo min mogelijk energie te verbruiken. Mm -hmm. Als ze iets tegenkomen... We, alles wat wij gewoon vinden in onze omgeving, filteren we zo snel mogelijk weg. Mm. Vakanties, ja, ik hou van vakanties, daar niet van. Maar vakanties.nl roept bij mij niet speciaal een gevoel op of een idee van, oh, deze mensen die gaan mij helpen aan een speciale vakantie. Mm. Cheap tickets ja. daarentegen, dan weet ik wel meteen wat er aan de hand is. Mm. Dat is in één keer, oh, ja, dat snap ik. Mm. Of, Eliza was here. Ja, was ik ook aan het denken, ja. Prachtig. Weet je, daar zit een verhaal in en als ik daar een vakantie koop, snap ik dat ik ook een, een stukje verhaal koop ja. en dat ik daar meer betaal voor mijn reis dan bij cheap tickets. Ja. He, en voor allebei zijn er klanten, en, en, dus die namen zijn goed, want die... He, die geven iets van een richting mee aan jou als klant. Ja. TUI is, is wat dat betreft ook niks zeggen, maar mega grote partij. Ja. Veel geld, kan elke dag op de radio. He, zo, kom, zo kom je er ook wel. Denk je dat zij veel groter zouden kunnen zijn nog als ze een betere naam zouden kiezen? Of um, zo, of een rebranding zouden doen? Nee, nee, maar dan zouden ze toch ook weer iets, iets moeten bieden wat, wat anders is dan de rest. En nu ja. is het natuurlijk gewoon een hele generieke vakantieaanbieder. Ja, ja, dus met alleen een naam dan zijn ze. Een, het is niet zo dat een naam zo belangrijk en krachtig is dat het je echt katapulteert aan het volgende niveau. Nee, kijk, als je het hebt bijvoorbeeld over Uber, uh, dat vind ik ook pas in de categorie Google. Dat zijn allebei niets, vrij niet zeggende namen. Mm. Ik bedoel, ze hebben wel meer betekenissen in zich dan een TUI, Dat, mm -hmm. dat is helemaal niks. Maar ja. Uber of, of Google, daar zit allebei betekenis in. Maar het, het heeft verder heel, het staat ver weg van het product. Hmm. Uh, en, maar dat maakt niet uit. Ze waren gewoon challengers in een markt met een super uniek product. wat iedereen ter wereld nodig had op dat moment. Kijk, ja. dan zie je dat een naam er niet zo heel veel toe doet. Het hmm. liefst dat die kort en krachtig is. En dat, dan zou ik zeggen, uh, de, dan kom je in de categorie kort en krachtige naam. Ja, ja. En uh, dan is het nog steeds gaaf als je iets van ritme of. Uh, betekenis daarin hebt. Hè? Uber is natuurlijk van uh, ja, over, overwinning of uh, het was ook een, een, uit de skatewereld een, een, hm. een woord van uh, dat je gewoon uh, aan het de, 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 de skatebaan aan het domineren was. Um, en Google is natuurlijk afgeleid van, van uh, een groot getal, wat, wat Google net anders gespeld is. Um, en zij konden de grote getallen van internet aan en wel de juiste resultaten vinden. Maar zij heette eerst BackRub. Hm. Dus ze hebben wel nog een, een, een verandering erin gemaakt. Ja. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? Samen met ASR voerde ik drie openhartige gesprekken over tegenslag en veerkracht. En dat deed ik met Saskia, Vincent en Pieter. Ondernemers met een bloeiend bedrijf die van de ene op de andere dag niet meer konden werken. En die verhalen hoor je in aflevering 256, 257 en 258 van deze podcast. Als ondernemer wil je natuurlijk niet uitvallen. En daarom is het belangrijk dat je veerkrachtig bent. Want voorkomen is beter dan genezen. En als het dan toch misgaat is het fijn dat je iets geregeld hebt. Zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttest ondernemers. Dus je hebt familienamen, je hebt uh, hele generieke namen. Je kan echt voor een uh, abstracte naam gaan. En dan, stel je gaat op zoek, dan kom je bij zo'n name, zo namenbureau of een marketingpartij uit. Want er zijn heel veel marketingbureaus, uh, rebrandingbureaus die het er ook bij doen, zeg maar. Ja. Hoe, hoe pak jij dat aan, zeg maar, als je een naam mag gaan verzinnen samen met een klant? Hoe kom je er nou achter wat de essentie van dat bedrijf is, de ziel, zeg maar? Ja, of moet... is dat een verkeerde vraag? Nee, dat is, dat is een hele goede vraag, want dat, dat is juist wat je wil vangen. Hmm. En dat is misschien ook wat ik in mijn werk als copywriter altijd heb gedaan: is dat je hè, mensen die, als je ergens, als je in je eigen bedrijf werkt, dan ben je gewoon. Vaak helemaal, zit je er helemaal in en weet je er van heel veel van. En kun je er ook heel veel over vertellen. En als copyright was het dan de bedoeling om van dat hele grote verhaal één zin te maken. Of één uiting. Of hè, hoe, 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 hoe leg je dat uit in een billboard waar mensen in drie seconden moeten snappen wat jij nou bent en verkoopt. En wat jouw imago is. Ja. En daar komen heel veel dingen bij elkaar. Uh, hè, uh, kleur, sfeer, design. Lettertypes, uh, alles, alles heeft een, een, een minieme invloed op hoe je je als bedrijf kan presenteren aan de buitenwereld. Ja. En uh, daar zijn nog steeds dezelfde vragen voor nodig: van, hè, wie ben je, wat maakt jou uniek, wie zijn je klanten? En dan niet van. Ja, uh, vrouwen tussen de 25 en 35 uh, met, met, met een vriend en een klein kindje. Ik, ik ga dan nog veel dieper. Ik wil mm. eigenlijk liefst nog één persoon voor me zien... en daar echt meer over horen van wat is nou het leven van die persoon. En ook op zoek gaan naar inzichten van wat houdt die doelgroep nou bezig. En dan niet vanuit jouw perspectief gezien... maar probeer echt vanuit die klant te kijken wat echt soms heel lastig is. En mm. dan moet je uh, als je wat meer tijd en geld hebt, kun je dat ook besteden om echt met mensen in gesprek te gaan. Of sommige mensen doen dat op hun website al heel slim, mm. dat ze hè, meer, meer informatie van hun bezoekers proberen te vergaren en meer inzicht te krijgen en probeer daarop aan te sluiten. En dat kun, kan je dus met je marketing, doen, maar ook met je naam. En ik denk die zoektocht naar een naam, wat ik al eerder zei, is het, doordat je al die punten afgaat, He, van, 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 um, dat je duidelijk krijgt tegen wie je nou wil praten en wat je wil zeggen. Dat, dat, dan, dat kun je elke keer weer gebruiken. He, als je een tekst voor je website gaat schrijven of als je een keer een flyer gaat maken of een brochure, dan kun je de hele tijd weer terugkomen op die, ja, wat je toen al ontdekt hebt. Gooi voor. gooi club. Ja, en als je nou denkt, ik zou eigenlijk wel eens wat. ...verdieping willen op dit onderwerp... ...bestel dan gewoon even het boek van Floris... ...want hij heeft een boek geschreven... ...dat heet Maak je naam onvergetelijk... ...en ja, mocht je nou met een concrete vraag zitten... ...bijvoorbeeld over het vinden van de juiste bedrijfsnaam... ...maar het kan ook een ander onderwerp zijn... ...plan gerust ook even een call in met Groeivoer... ...bij Groeivoer helpen we ondernemers groeien... ...en je kunt gratis en vrijblijvend een intake plannen... Schrijf dus naar groeivoer.nl en wie weet spreek ik jou binnenkort. Luister lekker verder naar groeivoer. Terwijl je dit aan het vertellen bent, dacht ik ineens aan muziek en aan uh, geur. Dus, uh, je had het net even ook over andere zintuigen, ja. zeg maar dus je, je wil zeg maar, een bepaald gevoel tot leven wekken. Of het, het leven is er al, maar je wil het gaan ontdekken, misschien wel letterlijk. Maak je daar wel eens gebruik van in je trajecten? Want je, je hebt dus een aantal, je hebt een soort methodiek die je nee, gebruikt nee, natuurlijk. Nee, ik probeer, ik probeer het juist helemaal weg te halen. Dus als hm. ik een presentatie geef, dan heb ik een, uh, een speciaal lettertype. Uh, laten we opzoeken door een designer wat het meest saaie lettertype is wat er bestaat. Zodat je niet afgeleid raakt door de vormen en zo. Precies, uh -huh. zodat ik zo, zo kaal mogelijk kan presenteren. Ja. Ik heb ook echt hele saaie powerpoints, heb ik. <laughs> ja, echt, echt verschrikkelijk en... en, en Zelfs als mijn, mijn ja, ik ben geen designer, maar uh, misschien gelukkig maar, maar het is, het is echt, echt verschrikkelijk. Zij staat alleen maar een, een naam, vervolgens laat ik wel in een, in een wordcloud om die naam heen zien wat die naam betekent voor mij. Hè, waar mm. het vandaan komt, wat, mm -hmm. wat, er, wat er voor kracht in zit, wat, wat waardoor ik denk dat dit de goede naam is. Maar, en ik geef ook hem nog meer tekst en uitleg bij, maar... In principe laat ik alleen maar hele kale slide zien met, met namen. En daarna komt het volgende traject. Hoe ga je die naam tot leven wekken? En daarvoor heb je designers en designbureaus en, en of reclamebureaus. Maar dat schuif ik weer verder naar, het, ja, naar de volgende plek. En, want daar is ook voor iedere uh, klant die ik heb... die heeft ook weer een bepaalde gedachte... van hoe ze dat willen laten uitwerken... of welke, welke partij daar het beste bij past. Hmm. Oké. Okay, um maar to toch nog even doorgaan op, de, op, dat, uh, op muziek, zeg maar. Want uh, iets eerder in het gesprek noemde je ook al van uh, een naam is eigenlijk een label. En dus uh, ik heb ook wel eens ergens gelezen dat mensen zijn verliefd op hun eigen naam. Hè? Want dat wordt je als kind ingeprent. Uh, als je je eigen naam kan zeggen, dan, dan zeg je, je ouders: Oh, wat goed, wat goed. En, yeah. Dus mensen uh, keken op hun eigen naam. Het schijnt zelf zo te zijn dat mensen eerder voor een bedrijfsnaam gaan die dezelfde letters heeft als uh, hun eigen naam. Dus Eager People. Oh, ik heb ik nog niet gehoord, maar ik kan me wel ja. voorstellen. Ja, ja. Ja, mijn bedrijf heet of ik heb twee bedrijven, uh, Eager People en Groeivoer. Ja. Nou, allebei zitten er een G in. Maar eager. Uh, daar zitten ook nog wel veel letters van Gerhard in. Dus ja, nou, ja. ik weet niet uh, of het naast nou Subliminal is of niet. Maar uh, waar ik naartoe wilde, was sommige dingen zijn zo mooi. Dat zodra je het wil gaan verwoorden, dan verpest je het eigenlijk. Mm -hmm. Dit is in de filosofie ook besproken door Plato, die zei: Van um, uh, er is een, een, een wereld, een hogere uh, wereld, zeg maar. Ja. Waarin een cirkel bijvoorbeeld volmaakt rond is, maar op aarde zal die nooit volmaakt. Nee. In de realiteit zal die nooit perfect rond zijn. Ja, precies. En hetzelfde over schoonheid. Inderdaad, schoonheid precies, is, ja. is, een, is een ultiem concept en begrip, maar je zult het nooit. Tegenkomen. Exact. Dus ja. hoe kan je iets wat super mooi is. Ja, ik zit daar gewoon even hard boven na te denken. Van, uh, ja, maar dat, het, betekent het, dat de het, begint op... al met het, met, het, met het toegeven aan het feit dat het nooit perfect zou kunnen zijn. Ja. Ja, dus een, een naam is altijd uh, suboptimaal of een uh, second best of uh, ja, een poging ja. om, om de, de essentie van of een ziel zeg maar, te vangen. Ja, het is, uh, en dat is al on onmogelijk natuurlijk, alleen het geeft, het geeft richting. Net zoals ja. jouw naam Gerhard al richting geeft, dat ik waarschijnlijk met een, een blanke man uit Nederland te maken heb. Ja. He, dus er zit, er zit richting in, maar, maar daarnaast zeg ja, zegt Duitsland. het nog steeds niet. Ja. Ja, maar het zegt nog steeds niks over jouw karakter of over jouw specialiteit. Of, of, en dat zal bij een naam, weet je wel, met een naam als, als uh, groeivoer heb mm -hmm. je al, al veel meer richting. Hè? Mm -hmm. En dan zit ik nog steeds, ik zit in Nederland, ik uh, hoor iets over uh, groei. Nou, dat vind ik, vind ik hè, dat uh, resoneert bij mij, want ik ben zelf ook iemand die leergierig is en mm -hmm. uh, steeds op zoek is naar nieuwe informatie. Uh, voer, klinkt als een beetje. Uh, grappig, hè, dus het is, het, het is niet, het is niet uh, groeistudie, nee, het is groeivoer. Dus, de, hey, er zit een soort knikje in. Nou, dan wordt mijn, mijn interesse weer verder gewekt van, mm -hmm. oh, voer klinkt wel als iets wat ik makkelijk tot me kan nemen. Of in bulk, voer is wel ook een beetje. Ik voel, voel ook een beetje de koe die met zo'n schep uh, force gevoerd wordt. Ja, nee. Nou, niet voorspeeling, maar echt, echt. Van die, van die bakken die, die voor de koeien liggen, oh, ja. waar, ze, ja. waar ze lekker zo het voer in ja. die scheppen. Of het, het voer van de konijn. Daar moet ik een beetje aan denken. Maar. Uh, dus, dus dan ga, ga ik daar een invulling aan geven. En dat zal iedereen weer anders doen. Hè? Mijn invulling zal weer anders zijn dan iemand die je. de volgende persoon die je gaat vragen van waar staat die naam voor jou voor. Maar ze zullen wel al richting hebben. Ja. En dan kom, kom je op het volgende punt. Wat staat er ondergroei voor? Ja. Het is nooit alleen de naam die je... Het eerste wat je tegenkomt is de naam... Ik zie het ook altijd een beetje als een beeldbord op, op, bij de bushalte. Mm -hmm. Eerst is er een grote, grote kop met tekst van, hè, uh, die jouw die jou aandacht moet trekken. En daarna staat er onder nog een klein tekstje die jou uitlegt... van waarom oh ja. jouw aandacht getrokken is. Ja. Nu goedkoop vliegen en daaronder... Dankzij goedkope tickets bij EasyJet. Ja, heel, heel, ja. heel slecht nu bedacht, maar zo, zo werkt het. Ja. Hè? Van, je moet eerst een soort van, van trekker hebben. En, en jouw naam moet ook de trekker zijn. Vervolgens, als dat aandacht getrokken is, nou, dan, dan ben je al. He, dan ja. is de deur al een stukje open naar de aandacht van de persoon. Ja. En kun je in stap 2 uitleggen wat of wie jij dan bent. Ja. En dan komt stap 3, als je echt de aandacht gevangen hebt, ja, dan willen mensen misschien wel verder lezen. Ja. He, als je naar een website zou gaan bijvoorbeeld. Ja, het werkt net zoals een kennismaking tussen mensen. Je ziet elkaar eerst, daarna hoor je de namen en daarna ga je het meestal hebben over van, wat doe je dan eigenlijk? Ja. Hoe, hoe lang moet je uittrekken om, om een bedrijfsaam te vinden? heb jij een soort doorlooptijd van ja een project duurt minimaal zo lang en ja en bij mij duurt bij mij duurt het ongeveer een maand met uh, mijn meeste klanten hmm. ik, ik zelf ga altijd door met naam bedenken net zo lang tot de naam er is dus ja. hè, er zijn soms klanten die die heel veel twijfelen of of allemaal nieuwe ontwikkelingen hebben en ik ik ben dan een tot ik ga tot, helemaal tot ga ik tot tot die naam er is uh, sommige klanten zijn er echt bij de eerste presentatie. Ik geef meestal na twee weken mijn eerste presentatie, zijn ze meteen uit. Ja. Soms is het de zoektocht, maar soms ja. hebben ze, is het ook al vanaf van zo duidelijk wie ze willen zijn en wat ze willen uitschalen. En ik heb dat dan gevangen. Ja, dat is, dat is natuurlijk een, een, een mooi compliment. Ja, als ik daar heel even op in mag gaan. Ik, ik zou dan twee invalshoeken hebben. Van aan de ene kant kijk je er als ondernemer naar. Dan is het gewoon fijn als je gewoon lekker door kan met klanten. Weet je wel, niet te veel oponthoudt en die wil ook een factuur eruit sturen. Even heel plat. Ja. Uh, en aan de andere kant heb je een passie voor wat je doet. Dus je wil de aller, allerbeste naam. En mijn ervaring is dat, of hoe het voor mij werkt, is dat het wel een half jaar kan duren voordat hij komt bovendrijven. Dus er mm is -hmm. dus ook wel onderzo onderzoek gedaan in de psychologie: van als je iets heel graag wil, dan komt het niet. Dus dan ga je heel erg verkrampen. Ja. Je moet gewoon even dingen laten sudderen. Je onderbewustzijn uh, zijn magic laten doen. En dan komt die naam bovendrijven. Je ja. vertelde net zelf dat je uh, op vakantie in Frankrijk... een uh, namarama uh, ontdekte. Hmm. En dat woord doet er ook toe, ontdekken. Want die naam is er al. Hij moet alleen ja. naar je toe komen. Dus dan ga je weer richting law of attraction uh, denken. Ik, ik, wat je, waar je, waar je het over hebt, is het proces van creativiteit. En ja. Uh, ik ben ervan overtuigd dat iedereen creativiteit in zich heeft. He, daar begint het al mee. Ik denk dat iedereen ook een naam kan bedenken voor zichzelf, mits ze maar de juiste stappen nemen. Dat heb ik ook in mijn boek beschreven. En uh, een van die dingen is inderdaad van toegang tot je onderbewustzijn krijgen. En ik heb twintig jaar als copywriter gewerkt. Dus voor mij is die spier is getraind. En het is precies wat je zegt. Ik moet alles loslaten. Als ik heel erg, als ik hier met een papiertje zou gaan zitten. En alleen maar de hele dag namen op gaan schrijven. Ja. Dan wordt het helemaal niks. Maar als ik alle informatie de hele tijd. Dat doe ik wel. Die informatie tot me nemen. Het verwerken. Ja. Een rondje lopen. Of uh, even ja. iets anders gaan doen. En plots komen er weer allemaal namen in me op. Schrijf ik op? Ga ik weer? Laat ik het weer los? En zo ben ik de hele dag bezig voor een klant om het uh, te laten komen en gaan. Hmm. En uh, maar als je niet, niet die, die training hebt, dan zijn er nog genoeg trucs om wel tot jouw onderbewustzijn toegang te krijgen of om creatief te worden. Een daarvan is meditatie. Hmm. En voor, voor heel veel mensen nog steeds een beetje een soort, soort zwaar of zweverig woord, maar als het mindfulness genoemd wordt, dan Gaat er sneller. Wat, mm. Vinden mensen het zo sneller? Oké, okay, maar waar het op neerkomt is gewoon zet, zet even je hoofd uit. Mm. Hè, al dat, de chatter in je, in je brein. Uh, laat je niet afleiden door alle chatter van buitenaf. En probeer in die stilte eens te kijken wat er naar boven komt. Maar zeg je nou dat uh, die inspiratie komt niet uit je brein? Mm, wat ik hoor nu, nee ja, je, je ja brein, nee, je, hij komt uit je brein, maar niet, niet uit, je, uit je rationele brein. Nee, dat bedoel ik. Dus uh, ik moet meteen aan Eckhart Tolle denken. Dus die ook uh, eigenlijk van leer trekt tegen het overmatig denken. Dus hij zegt eigenlijk van: we zijn een soort van ingrijzeling genomen of overgenomen door ons brein. Waardoor we alleen nog maar de hele gaan denken zijn. Ja. Ik herken dat, uh, of voor mij geldt dat, omdat ik ook inderdaad echt heel erg uh, in mijn hoofd kan zitten. Uh, maar hij zegt van: wat daaronder ligt. Dat is wie je echt bent. Dat is je ziel, je spirit, je, je essentie. Yeah. Dat kan je niet eens beschrijven in woorden, zeg maar. Maar daar zit je echte ware ik of zo in je essentie. Yeah. En dat koppel ik dus heel erg aan de naam van ofwel je, je intentie of je missie, wat je wil veranderen aan de wereld. Of wie jij bent, dat leg je in je bedrijf. Yeah. En met dat labeltje probeer je dat dan soort van te communiceren aan de wereld of zo. Aha. Ja goed, misschien uh, ga ik nu te ver of. Nee, maar uh, dat, dat zijn ook dingen waar, waar ik me heel erg persoonlijk dan mee bezig hou. Van, hè, van hoe, hoe kan ik mezelf nog stiller krijgen? Wat, wat zit er in die stilte? Uh, ik ben op een retreat geweest. waar mensen in meditatie allemaal mystieke ervaringen kregen. Weet je dat er dingen gebeuren? Dat mensen zelfs genezen van bepaalde dingen. Er, er gebeuren hele bijzondere dingen. juist in die stilte. En mm. kom je er dus achter dat er gewoon een hele wereld is. naast die wereld waar ik mee ben opgegroeid. de rationele. dat is die fabriek weer eigenlijk. Mm -hmm. Van alles, alles is maakbaar. Uh, mits je maar de, de technologie ervoor in handen hebt. Mm. En daardoor vergeten we inderdaad, misschien dat het grootste stuk technologie wat we tot onze beschikking hebben, is nog steeds ons brein. Wat dingen kan, wat nog geen enkel apparaat kan. Uh, hoe, hoe, uh, hoe je het ook went of keert. En uh, ja dat daar dus hele bijzondere dingen in kunnen gebeuren. Maar, maar we moeten weer leer, opnieuw leren om daar toegang toe te krijgen. Ja. En wat voor naam er dan naar boven komt, of wat voor label er je daaraan plakt, geeft wel meteen weer. Maakt alles wel weer vast. Hè? Ik ja. zeg ook altijd: een naam kristalliseert alles. De, ja. hè, de draai, er zijn heel veel druppeltjes Gas. overal, ja. uh, of water bijna, wat jouw idee is. Dat, is. dat is een hele grote bak met water. Maar als je, als je van daar een mooi kristal van kan maken, door het even te bevriezen en er één klein uniek kristalletje van te maken, dan heb je in ieder geval iets in, de handen, heb je iets in handen. Want dat is het probleem natuurlijk met alle ideeën. Er zit zoveel. Omheen om een goed idee. Hè? Het is nooit, nooit één zinnetje, het is heel veel. En, maar juist door er één woordje van te maken kun je het er wel over hebben met mensen. Hè? Dan gaan we weer terug naar van hoe wij mensen met, mensen met elkaar communiceren mm -hmm. en hoe we dingen van de grond krijgen, is door ja, ideeën weer vaste vorm te geven. Ja. En de naam helpt daar enorm bij. Ja. Dus jij zegt eigenlijk van je ontdekt het in de stilte, of tenminste daar, daar, daar kan mogelijk heel veel gebeuren. Ja. En een andere, andere truc is ook om, om uh, te brainstormen met heel veel tijdsdruk. Okay, dus echt ja. een, een klok ernaast te zetten. zeggen binnen minuut. 15 minuten moet ik die naam ja. hebben. En, en maar gaan schrijven. Dat is interessant. En uh, vervolgens heb je als, je, als je echt jezelf. Je moet het wel geloven. Dus dus ja. je moet, je moet je wel je aan de spelregels houden van ik ga nu 15 minuten. Dan vijf minuten pauze, dan misschien nog een keer tien minuten. Nou, dat, dan merk je hoe dood op je bent. Dat is wel echt interessant. Hmm. Um, en dan vervolgens uh, heb je een hele lijst en dan moet je gaan kijken van, zit er een goede tussen? Ja. En die zit er heel vaak wel tussen. Hmm. Maar dat moet je dan ook net weer even zien. Soms uh, uh, roepen mensen daar maar een hulp ook bij in. En die hebben dan echt iets briljants bedacht, maar ze zagen het nog niet. Hmm. En dan leg ik ze uit van, kijk. Je zegt het helemaal. En je ja. zegt het ook nog op de manier die jouw klanten leuk gaan vinden. En als ja. ze dan ja, die bevestiging hebben, dan kunnen ze. Ja, dan voelen mensen echt dat ze mee aan de slag gaan. Ja, je vroeg oh, je vroeg het al voor het gesprek van, van, van heel vaak heb je namen licht van hoe kun je nou objectief kijken of een naam goed genoeg ja. is. Ja. Um, en wat heel veel mensen gaan doen is dan uh, testen bij hun uh, omgeving. Mm -hmm. En die, die vinden het meestal helemaal niks. Okay. Kom in, want je komt meestal ook aan met gewoon die naam zonder het idee of weet je, te weinig uitleg. Ja, die naam is maar het topje van de ijsberg eigenlijk. Ja. Er ligt is. iets heel, heel veel onder. Je moet eerst beginnen met wat eronder zit en mm -hmm. dan daarna uitleggen van, en we willen deze naam geven. Dan moet je nog iemand tegenover je hebben die snapt wat je aan het doen bent. Dus mm -hmm. het moet je, of het moet je doelgroep ja, zijn. Iemand moet knowledgeable zijn. Ja, maar het moet, zijn, ja, maar zeg maar, het moet ja. niet je oom op een feestje zijn die uh, hard begint te lachen, waardoor je meteen denkt van, nou, oké, okay, laat me weer zitten. Ja. Um, en ik heb in mijn boek heb ik beschreven, en is ook downloadbaar. Alleen weet ik niet de URL, maar die kun je misschien nog erbij plaatsen. Um, waarbij, dat heb ik, noem ik de Golden Grid. Maar die, die heb ik ook in PDF-vorm. Waarbij je um, eigenlijk allemaal waardes gaat verkennen. Dus dan heb je bijvoorbeeld: uh, het, is een, het is een grid en dan staat er mannelijk-vrouwelijk. En dan kies je voor jezelf: wil ik met mijn bedrijf een mannelijk of een vrouwelijke uitstraling hebben? Mm -hmm. Nou, dan kies je bijvoorbeeld mannelijk. Dan ga je naar het volgende: waarde. Uh, ben ik serieus of ben ik uh, lichtvoetig? En zo heb ik. Meerdere waarden, maar eigenlijk kun je ook beginnen met zelf te bedenken welke waarde je wilt voorstaan als bedrijf. En vervolgens ga je alle namen die je hebt opgeschreven, gewoon punten geven van 1 tot 5. Hoe, in hoeverre past het bij die waarde? Hmm. En ja, een woord is als dan mannelijk of vrouwelijk. Dus je kan het heel makkelijk een 1 of een 5 geven al. En sommige dingen hangen een beetje in het midden. En uiteindelijk komen de scores uit. En die zitten, als je dan een hoge score hebt, zie je echt wel van wat de betere naam is. Ja. Heb je wel eens een, een, een soort meditatie met klanten gedaan? Want ik vond het eigenlijk wel mooi dat je dat zei. Van dat is waar ik dingen ontdek. Of uh, te weten kom. Ja, iets wat ik nog. Wat, wat ja, nog ja, je, niet, wat, je, wat, je, wat, je ja. slaat de spijker op zijn kop. Want ik, ik, ik zat uh, ja. ik, ik was uitgenodigd voor het uh, grootste kennisfestival hmm. hier in Deventer. Uh, 100, 100 plus sprekers, geloof ik, op, in twee dagen. Uh, en ik mocht daar in een, in een vrij kleine ruimte mocht ik een presentatie geven. En toen. Ik die uitnodiging had, was ik zeer vereerd en ik, en ik dacht van hoe, hoe ga ik zorgen dat, dat, dat ik die tent in ieder geval vol krijg. Ja. En toen had ik bedacht je bedrijfsnaam in 10 minuten. Ja. En wat ik gedaan heb is dus eerst mensen de theorie gegeven over van waar moet in mijn oog nou een goede naam aan voldoen. Waar moet je op letten, waar moet je aan denken. En doordat die mensen al daar al voor zichzelf over konden nadenken, heb ik daarna meditatie met gedaan waarin ik ze naar de naam heb geleid. Hmm. Nou, sommige mensen die, die hadden helemaal niks, maar een paar mensen die hadden echt een, een goede echt een naam. Eruit gehaald. iemand, was echt helemaal overtuigd van: ja, ik heb het nu eindelijk. Ja, super mooi. Maar dan heb je dus professionele guidance nodig. Ja, dat. Uh, Want dat jij, jij bent natuurlijk nu expert, hè? dus uh, ik merk dat zelf ook. Als ik met beginnende ondernemers praat, bijvoorbeeld, dan kan ik echt heel snel fileren van: ja, wel of geen goed idee, uh, welke kant het ongeveer op moet, op basis van wat ze zelf willen. Hè? Dus niet. Uh, dat, hoef, dat verzin ik niet voor ze, maar ja. um, die guidance die kan jij natuurlijk bieden. Ja, precies. En dan kan het ook in, in, uh, in korte tijd. Plus wat dat jij kan. net zegt van het uh, pressure cooker effect. van Als die deadline uh, de, de, uh, gecreëerd wordt, dan kan het in één keer wel Precies. Dat is interessant. Precies. Heel veel. Wat jij ook zegt, dat jij zelf de maanden mee bezig bent. Als je zelf die ruimte geeft, kun je, ja. kun je tot, tot in de eeuwigheid uh, ermee bezig zijn. Ik bedoel, ja, Leonardo da Vinci was ook heel lang met de Mona Lisa bezig. Mm. En heel veel van schilderijen. Die nam hij elke keer weer, weer mee. En zei hij: Van ja, ik moet nog, er moet toch nog iets gaan ja, ja, gebeuren. Ja. Dus ik, ik geloof. Maar dat komt ook een beetje voort uit mijn, mijn verleden uh, in de reclamewereld. Dat deadlines ook helpen bij creativiteit. Want op een gegeven moment moet er gewoon ja. iets op tafel liggen. En juist in die, in die druk, op het einde, kwamen bij, bij heel, heel vaak de beste ideeën naar boven. Doordat ja. iedereen het gevoel had van het idee is er nog steeds niet. Kom op, jongens, we moeten net even nog zo'n stapje zetten. En daar, kwam, ja, daar komt er heel vaak komt er iets goeds uit uh, naar boven. Maar ja. ik wel aan denk is, um, wat ik dan ervaar als gefabriceerde namen. Ja, ja. Dus dat je ja, ja. dan echt. De, 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 Invictus en hmm. Sintus en, ja, en een beetje de Romeins-Grieks-achtige... Ja, Romeins, ja daar doe ik op met, met, die, met die ZBO's, die ja. zelfstandige bestuursorganen. Oh shit, we hebben een nieuwe naam nodig, we huren een bureautje in, we gaan bij een flip-over staan, we, we, we kakken even een naampje uit en... Ja. Nou, dit is de minst slechte, oké, okay, let's go, weet je wel. Maar dan zit er dus geen bezieling in. Nee, Dat, da, daar hadden we net ook net het over, van... Ja, dan, dan raakt het niks. Nee. En dan, dan klinkt het, dan gaat het heel erg over imago, over buitenkant, over mm. iets willen uitstralen. Ja. Maar niet over binnenkant, inderdaad, bezieling. Uh, waar, waar begint het allemaal? Wat is het hart van dit hele dienst, product, bedrijf, uh, organisatie? Maar niet uit. Uh, en, en, en goede marketingmensen. Uh, of dat nou uh, uh, ondernemers, copywriters, uh, namenmakers zijn, die, pro die proberen op zoek te gaan van, van waar, waar, waar zit de oorsprong. Mm -hmm. He, en elke oorsprong is namelijk uniek, elk mens is uniek. Ja. Iedereen heeft weer een totaal andere visie of een ander idee en, een, en een, een andere manier van denken. Mm -hmm. En als je dat naar buiten kan krijgen, ja, dan, dan heb je iets gaafs in handen. En, da en, en dat is misschien een extra ding. Over, om te, te kijken hoe goed je naam is. Wat is het verhaal bij je naam? Hè? Jij, je, je, je moet ook kunnen uitleggen van, nou, daarom hebben we deze naam. En, en dat kan ook weer leiden tot dat mensen, dat de naam onvergetelijk wordt. Hè? Ja. Dus uh, ja, ook op, de, op dat festival waar ik was, was dan bijvoorbeeld een food foodtruck die heette Miss Piggy. En ja, ah, Miss Piggy, oké, okay, er stonden een paar leuke meiden daar iets te bakken, ik had niet meteen, ik had niet meteen zoiets van een geweldige naam, totdat ik zag staan Broodjes Beenham. En toen vond ik hem weer heel grappig, weet je wel, Miss Piggy noemen en dan toch uh, varkensvlees verkopen en toen klopte het opeens helemaal en toen... ...was ik hem niet vergeten. Ja. Dat is ook zo'n knik die je kan maken... ...dat er net iets gebeurt met die naam... ...worden mensen even wakker geschud worden. En uh, net zoals... Uh, 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 ...hoe heet het... Uh, uh, ...Hans Prummel van de, uh, de naamafdeling... ...die maakt ook namen... ...die heeft uh, namespotting... ...dus die gaat op zoek naar grappige namen in het land. Hm. En, en die had, had dan gevonden Takkenwerk. En dan Takkenwerk, ja... Wat is dat dan? Boomverzorging. Ja. En, dan, en dan zie je die twee dingen staan en dan, dan, dan snap je het... en dan zit je van, aha, oh, grappig. En dan blijft het wel hangen. Ja, ik denk dat um, heel veel ondernemers die zien hun eigen... Nee, ik moet het bij mezelf houden. Als ik mijn eigen bedrijfsnaam zie, dan krijg ik daar gewoon een kick van. En dat is net als je eigen uh, persoonlijke naam. Mm -hmm. het, is, het is ook een verlengstuk van jezelf en je kikt op je eigen naam. Jouw klanten, boeit jouw klanten geen zak of je nou... A of B heet, uh, jij loopt zijn probleem op. Hmm. Dus dat, dat maakt hem ook wel weer een soort van, van oh ja, uh, boeit de wereld en geen zak of ik groeivoer heet, weet je wel. Het is een goede naam, alleen uh, overdrijf het ook weer niet, weet je wel. Het, ja. is niet nou, zo, zo kun je er wel in staan aan de andere kant, als, hij, als hij, jouw naam gaat bepaalde mensen wel aanspreken en bepaalde mensen niet. Ja. Dat zal altijd zo zijn met elke naam die je kiest. En als die naam meer aansluit bij de mensen die jij graag. Ziet of in je winkel ja. zou willen hebben, ja. dan uh, ben je alweer weer mijlen verder dan dat, er, dat je er gewoon een, een sticker met met x op plakt en zoiets hebt van ja. Nou, ik ben gewoon x en het uh, klaar daarmee ja. en uh, ik ga er niet moeilijk over doen. Uh, weet je, hoe fijn is het als uh, als je niet elke keer zou, zou, zou moeten verdedigen. Waarom je een naam hebt, of uh, waarom jouw naam zo is. Of, ja. uh, of dat je überhaupt heel veel tijd en energie kwijt bent aan, aan uitleggen wie, wie je nou bent en wat je doet. Terwijl je in een naam al heel veel kan vangen, heel veel sturing kan geven. En, en mensen dus met de, met de juiste verwachtingen op je afkomen. Dan, dan sta je alweer met 2-0 voor. Alles in deze uh, 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 tijd en, uh, is, is gericht op aandacht. En, en mm -hmm. aandacht is een zeer schaars goed. En uh, een van de weinige tools die je tot je beschikking hebt, is, is die naam. Ja. Daar maak je al heel veel mee duidelijk, daar uh, kun, kun je al heel veel connectie mee leggen, zonder dat jij erbij hoeft te zijn. En hoe, hoe fijn is dat dan als het klopt? Ja, ja ik ben het uh, 100% met je eens. <laughs> Dank je. Um, ja, ik heb ook nog een namen. die wil ik gewoon even aan je voorleggen. Oh jee. <laughs> Wat vind je van mijn student trouwens? Uh, ja, dat vind ik, vind ik goed, omdat het een beetje goedkoop klinkt. En dat wil je als je een, uh, een student inhuurt. En uh, het, het neigt naar het hele generieke. Dus dat is er dan uh, bijna... Weet je, ik zou hem ik niet snel onthouden. Dus dat is, dat is er weer minder aan. Dus het goede is wel dat, dat qua, qua prijs-kwaliteitsbeleving zit hij goed, denk ik. Maar... Qua opvallendheid en, en, en duurzaamheid is hij wat minder. Kijk, dit vind ik dus nu al pijnlijk hè, om dit te horen. Sorry. <laughs> nee, maar ik, ik beschrijf gewoon letterlijk wat het met me doet. Uh, en, en dit is dus wat er. Ja, dat is wel interessant. Dus, ja, 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 omdat. Uh, dat is ooit bedacht, ik heb het niet eens zelf bedacht, uh, Jochem, een van de drie compagnons uh, bij oprichting, die, die, die kwam met die naam aan zitten. Dat was trouwens een trend waarin heel veel namen met mijn kwamen, dus mijn ja, domein het nog. Uh, mijn whatever pen, pensioendossier. Uh, My first Sony. Uh, ja. Ja, die is al ouder toch? Niet. Yeah. Uh, um, maar je raakt er zo aan gehecht, omdat je zo uh, ik heb dag in dag, dag uit uh, de, zeg maar de sales gedaan, dus je je hebt in je hoofd zoveel pijn geleden... en dat koppel je aan die naam. Dus je hebt ervoor gevochten en gestreden. En ja. Dus dat wordt echt je kindje, zeg maar. Volgende naam, Eager People. <laughs> ik durf bijna niet meer te zeggen. Doen. Nee, nee, maar ik, ik, nee. Nee, ik, 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 ik adresseer alleen uh, wat, ik, wat ik voel, zeg maar. Ja, maar maar dat het is oké. Ja, uh, dankjewel. je uh, wel. Eager People vind ik, vind ik uh, tof... vanwege het enthousiasme wat daarin zit. En als ik met... Hè, het gaat over recruitment, dus dan... Dan voel ik wel van: hé, hey, hier zitten, zitten mensen met. Of dat is eigenlijk een soort van, van droom natuurlijk. Dat ik ga mensen, werken met mensen die echt zin in hun werk hebben. Uh, dus dat, dat is er heel sterk aan. Dat het Engels is, is ook goed. Omdat het, uh, yeah, als het. Ja, uh, yeah, wat is Iker in het Nederlands eigenlijk? Happige, happige mensen zou heten. Dat trouwens wel weer grappig is voor een ander soort bedrijf, maar uh, iets met catering. Maar <laughs> als het happige mensen, dat, dat zou niet werken. Eager People klinkt klink meteen vrij corporate, vrij serieus, uh, wel enthousiast. Uh, en is inderdaad wat je zei, veel breder toepasbaar dan alleen op studenten. Ik zit wel eens na te denken over een nieuwe naam voor groeivoer. En wat, uh, stel dat er een moment komt waarop ik een nieuwe naam gevonden heb. Wat zou ik dan met groeivoer moeten doen? Kom je die vraag ook vaak tegen van we hebben een, een oude en een nieuwe naam en wat doen we met de oude? Um, ja, ik denk dat je, dat je een naam moet vinden die, die zo goed is dat je voelt dat groei voor de, de waarde daarvan er niet meer toe doet. Ja. En dat je het dan door, daardoor achter je kunt laten. Hmm. En dat je gewoon een nieuwe waarde, ook wat je zegt van, van mijn student naar Eager People is gewoon. Een naam met veel meer waarde, veel meer inhoud. Hmm. En ja, misschien kun je er nog een koper voor vinden, maar dan moet hij eigenlijk ook het bedrijf over kunnen ja. nemen. En zo werkt het natuurlijk niet. Nee. Dus ik, 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 heb er nog, nee, ik heb er nog niet echt zo over nagedacht. Hoor. Ik, heb, hmm. ik heb die vraag niet vaak aan de hand gehad. Uh, maar ik zou zeggen inderdaad van uh, laat, hem, laat hem achter je. Want je reden om van naam te veranderen, die is er niet voor niets. Nee. En, en Ja, om daarop in te hakken, uh, je hebt ook wat. wat uh, uh, naar Eelco de Boer geluisterd. En die beschrijft op een gegeven moment ook heel mooi... hoe ondernemers hun eigen bedrijf kapot maken... door continu te vernieuwen. Ja. Toen kwam ik bij Seth Godin. In een van zijn boeken kwam ik het woord neofiliac tegen. En een neofiliac, dat is iemand die is gewoon helemaal gek... van alles wat nieuw is. Oh ja. En toen dacht ik, dat ben ik. Ja. Ik vind het... Het allermooiste vind ik om iets uh, te creëren wat er nog niet is... En om alleen maar met nieuwe dingen bezig te zijn, nieuwe plekken, nieuwe mensen, nieuwe namen, nieuwe uh, alles. Mm -hmm. En uh, de prijs die ik daarvoor moet betalen, is dus dat, dat ik continu uh, aan het investeren ben. Dus als je gewoon, nou, ik geef een heel simpel voorbeeld. Als ik een snackbar zou hebben, dan zou die elke dag geschilderd, of el, uh, niet elke dag, maar elk, elk jaar opnieuw geschilderd worden. Ik zou prachtige vuilnisbakken neerzetten. Ik zou, alles zou helemaal tip top zijn, maar ik zou geen geld verdienen. Ja. En de snackbar naast, die het wel snapt hoe business werkt... Die, ...dat is afgerachte Coca-Cola, vuilnisbak in de hoek... De, ...de koelkast die maakt lawaai... ...de gokautomaat staat uh, er ook nog steeds. Precies zoals een snackbar hoort te zijn, maar daarom ja. verdienen ze geld. En dit is dus een van mijn valkuilen als ondernemer. Altijd willen vernieuwen, dus die neophiliëk zijn. Mm -hmm. Ik vind neophiliëk wel een coole bedrijfsnaam, dacht ik ja, vanochtend. Ja, zeker. Dat is vet. <laughs> Niet claimen, jongens en meisjes. Uh, dat ga ik straks proberen. Maar uh, ik weet helemaal niet of het uh, al bestaat. Maar dat zou, dat, ik vind het wel een goede naam, eerlijk gezegd. Ja. Ik kom zo spontaan op, omdat uh -huh. hij heel erg triggert: van, wat is dat? Ja. En dan ga je kijken en dan ontdek je dat het gaat over creatie. Over iets, iets maken wat er nog niet is. Over vernieuwen, over vooruitgang. Uh, ik kan er zo'n heel verhaal bij je even zinnen. Mm -hmm. Wat denk jij? Ja, ik denk dat je. Dat je ja, ik, kan natuurlijk, ik ben niet, niet meteen van de businessadviezen, maar. Ik denk toch op het. Als jij uh, kan aansluiten bij bedrijven die ook. of die echt op zoek zijn naar een bepaalde vernieuwing. en dat jij daar kan binnenstappen en die vernieuwing kan meebrengen. dan kun jij doen wat je leuk vindt. en daar ook nog eens heel waardevol. en dienend in zijn. Ja. Uh, ik, aan de andere kant ben ik heel erg van. van, van de, de school van stay, stay in line. Hè, want als jij loslaat wat je aan het doen bent. dan, dan mag je weer achteraan aansluiten. en weer opnieuw beginnen. Ja. Maar. Uh, voor ja, er moet toch een kruispunt te vinden zijn. waarop jij. en de hele tijd vernieuwd kan blijven zijn. maar ook. Uh, van waarde kan zijn voor anderen. Ja. Tot slot. je boek. Hoe heb je daarna. de naam, de titel van je boek. Uh, bedacht? Ja, dat was. Het was ook weer even puzzelen. En, en vooral. De, wat waren de opties? Begon met, nou, nee, dat, dat weet ik echt niet meer. Te lang geleden. Nee, maar. Uh, ik weet, weet wel de intentie. van. Uh, dat ik een hele gave titel wilde natuurlijk, maar, de, maar, maar ook echt. En dat ik het gevoel wilde geven, dat het gevoel wilde vangen van wat ik ook heb bij, bij namen maken, van waarom begin je eigenlijk überhaupt moeite te doen voor die naam? Mm -hmm. En toen greep ik weer terug naar van uh, wat is het, het hoogst haalbare wat je kan, kan behalen met een naam? En dat is onvergetelijk worden. En dat, ja, dat mensen hier gewoon niet meer uit, dat je niet meer uit het hoofd bij mensen verdwijnt. Hoe, hoe tof is dat? En al die grote merken, die zitten allemaal allemaal gebrandmerkt, letterlijk in onze hoofden. En ja, ik haal ook heel graag dat voorbeeld van Jury Nouval erbij van uh, Sapiens, dat boek. Ik weet niet of je het gelezen hebt. Maar die zegt ook van als het merk Peugeot vandaag, als alle auto's, alle fabrieken, alle werknemers allemaal zouden verdwijnen op één dag. Gewoon door een van de gekke, gekke shift. Dan nog steeds weet iedereen wat Peugeot is. Mm -hmm. Die naam is onvergetelijk. En, ja. en, en wat er aan hangt, ja, het is onsterfelijk, inderdaad. Het gaat, gaat nooit. Ja, het zal ooit wel eens verdwijnen, maar mm -hmm. uh, de oudste bedrijfsnaam komt geloof ik uit Japan, die is 1400 jaar oud. Dus ja. Het is mogelijk. Echt waar joh, 1400 jaar. Ja, dat is een hotel wat nog steeds bestaat. Bizar. Ja, misschien zit ik er een paar honderd jaar naast. Maar en, en er was nog een ander, het was een ja. bouwbedrijf, mm -hmm. wat ook een van de oudste namen was, eh, maar die is net, net een paar jaar geleden overgenomen. En, en, en toen is de naam echt verdwenen. Maar dat was een bouwbedrijf dat ook heel honderden jaren al bestond, ja. met dezelfde naam. Ja, ik kan het niet laten, maar nog heel even dan over Trends. Want uh, ik noemde het net al even, uh, mijn student, waar ik ooit mee begon, was een trend in die tijd van uh, bedrijfsnaam met mijn. Uh, ik zie overal allerlei fabrieken, weet je wel. Iedereen heeft ineens een fabriek, dus uh, de whatever fabriek. Ik vind ja totaal afgezaagd natuurlijk. Ja. Wanneer ga je mee in een trend? Wanneer ga je een trend zetten? Heb je daar een soort van visie op van... Nee, dat, ik denk, ik denk dat, je, dat je heel erg bij jezelf moet blijven. Dat is het, het, het allervoornaamste. En soms ben je blijkbaar dan een trendsetter. Soms ben je een trendvolger. Daar, daar hoef je je geen zorgen over te maken. Als jij een naam hebt waar je trots op bent, die je klanten kunnen begrijpen en kunnen doorvertellen, dan, dan sta je al op, op 90% uh, alle knopjes goed, denk ik. En uh, als het dan nog een. En een naam is die helemaal buiten jouzelf kan gaan leven. En waar mensen het he, zonder dat jij erbij bent, allemaal over gaan hebben. En het komt op een leuke manier in het nieuws bijvoorbeeld. Dan, 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 dan heb je de jackpot natuurlijk. Ja. Mag ik nog meer vragen stellen? Ik kan het gewoon niet laten. Ik <laughs> weet niet te stoppen. Hey, hoe zit het met personal branding? Want jij, uh, uh, jouw partner heeft een personal brand, Nienke van der Lek, heeft mm -hmm. ook haar eigen podcast. Ja. Heb je daar veel gesprekken over gehad? Van ga je nou wel of niet onder je eigen naam? Uh, we hebben het wel even over gehad. Geen hmm. eens zo lang. Uh, ze had eerst een bedrijfsnaam. Ideaal in bedrijf. En ging heel erg voor de idealen van de ondernemers. En dat versterken. En op een gegeven moment paste dat niet meer bij wat ze deed. Ze ging veel meer naar... Uh, ja, hoe, hoe zorg je dat je veel meer uh, gemak in het ondernemen krijgt? En hoe kun je privé en, uh, en werk veel beter met elkaar verbinden? En toen paste dat, dat ideaal in het bedrijf niet meer goed. En ze was er ook achter gekomen dat, dat zij gewoon uh, de brand was geworden. Iedereen keek naar haar, iedereen had het ook over haar alleen maar. Ja. Dus toen dacht ze van, dan pak ik het ook helemaal ja. en geef ik het mijn eigen naam. Ook met, met vooruitkijken van, ja, het is een naam die je niet kan verkopen als uh, uh, iemand anders uh, jou, jouw, jouw bedrijf wil overnemen. Maar ja. dat is gewoon een hele bewuste keuze inderdaad. Ja. Dank voor uh, alle tips en adviezen. Um, als mensen meer willen weten over jou, hoe kunnen ze dan uh, het beste vinden? Namarama.nl en daar heb ik ook een uh, heel leuk e-book. Dat heet maak naam met je naam ah. en, en daar geef ik al uh, heel veel richting hoe je aan de slag kunt gaan met een uh, goede bedrijfsnaam. Dus als je even het niet meer weet, dan uh... en sowieso uh, publiceer ik regelmatig uh, al mijn inzichten en uh, Leuke ideeën en tips over naamgeving. Ja, yeah. en uh, op LinkedIn kunnen we jou gewoon opzoeken. Floris Hulsman. Ja, ja. Of een berichtje en, sturen. Ja, hoor, ik vind het altijd leuk om te connecten. Cool. Um, je boek is te koop via. Maakjenamenonvergetelijk.nl ja. of bol, of de boekhandel of managementboek.nl. Ja. genomineerd nou, managementboek van het jaar 2019 maar niet gewonnen toch wel begaafd dat dat gebeurde supergoed, hey, hartstikke bedankt en um, ja, misschien moeten we het nog eens een keer een vervolg aan geven maar dat zien we dan wel heel goed, lijkt me leuk thanks Dank je. En tot zover het gesprek met uh, Floris. Ik uh, hoop dat jij daar hele mooie dingen uitgehaald hebt voor jezelf, nieuwe inzichten. Vertel ook gerust anderen over deze podcast. En geef de kennis door, want we zijn allemaal dragers van kennis, inzicht, inspiratie. Dus uh, hou het niet voor jezelf, maar geef het lekker door. Vond je dit een tof gesprek? Check dan ook even deel 2 van deze podcast, waarin ik zelf geïnterviewd word door Floris. Nou, dat was graag tot een volgende keer bij de Groeivoer podcast voor ondernemers. Groeivoer. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht en juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten. Waarin ik offertes maak en verstuur en die digitaal laat ondertekenen, waarin ik facturen verstuur, waarin ik lijstjes bijhoud, waarin ik projecten kan managen, waarin ik standaard e-mails kan programmeren. Kortom, ik gebruik teamleader om alle werkprocessen van mijn bedrijf te stroomlijnen. En zeker ook als je met een team werkt, is het heel fijn om over dezelfde informatie te beschikken. Nou, als je ook benieuwd bent of er mogelijkheden zijn om jouw bedrijf meer te stroomlijnen, of je nu alleen werkt of met een team. Ga even naar teamleader.nl slash groeivoer en je kunt dan vandaag nog een trial starten voor twee weken lang, gratis. En je kunt Teamleader volledig uitproberen en na de proefperiode krijg je ook nog zo'n leuke korting als luisteraar van groeivoer. Ga naar teamleader.nl slash groeivoer.